Zo, en het is natuurlijk bijna kerstmis en dierenarts is hier, kerstmis, dieren. Ja, met kerst is het namelijk ook altijd wel zo dat ik mijn kat wel eens vaak een blokje ham zou geven of dat ik hem wat meer geef. Is dat normaal, Rob, of niet? Oh, dat kan prima, dat is geen enkel probleem. Ik zou heel even kijken naar onze gasten. Hugo, jij hebt een hond, hè? Ja, ik heb een hond. En met de kerst? Met de kerst krijgt hij dan ook wel eens iets extra's? Hij krijgt altijd iets extra's. Oh, hij is een beetje dikker. Ja. Hij doet het 2 keer per dag. Oké. Okay. Dus doet hij 2 keer per dag. Hé, ja. Hey, wat geef jij hem dan? Nou, je moet er toch voorzichtig mee zijn, want hij is al 12 jaar oud. Ja. Hij eet alles. Ik zeg het eerlijk, het is zo'n hondje. Maar hij eet denk ik meer dan ik. Oh, echt? Dus dat is heel eerlijk. Ga ik even naar de dierenarts, Hugo, om te vragen of dat wel goed is. Ja, dat ligt eraan wat hij allemaal krijgt en of hij niet te zwaar wordt. Want dat is ook net als overgewicht is voor honden ook gewoon niet goed. Ja, want hij zegt eigenlijk eten honden bijna alles. Dat is ook wel zo, hè? Als je Noah bijvoorbeeld chocola zou geven, zou ze dat eten? Wat je voorzet is weg. Oké, alles, koekjes, alles gaat erin. Ja, en ze blijft er redelijk vanaf, maar... En wat is er nou echt heel erg slecht? Wat moet je gewoon eigenlijk niet aan ze geven? Ook al denk je, hè, gezellig, het is kerst, laat ik die hond ook een koekje geven. Maar nou, wat heel erg belangrijk is, geen chocola. Geen chocola? Zeker in de dagen ook na Sinterklaas. Laat de chocoladeletters niet slingeren en de kerstkrantjes op tafel. Zet ze hoog, want op het moment dat je je omdraait, zou het zomaar eens kunnen zijn dat ze weg zijn. Ja. En chocola bevat alkaloïden. Alcohol? Nee. Dat zijn gifstoffen van een bepaalde groep, alkaloïden. Ja. Cafeïne onder andere en theobromine. En dat zijn stoffen die honden niet goed kunnen verdragen. Daar kunnen ze vergiftigingsverschijnselen van krijgen. En hoe uitzicht dat als ze vergiftigingsverschijnselen krijgen? Vaak pas uren nadat ze het gegeten hebben, worden ze sloom, misselijk, braken. Met name oude honden zijn er wat gevoeliger voor. Die kunnen er uiteindelijk zelfs in coma raken en overlijden. Jeetje, dat zou je toch niet zo zomaar denken van een lekker chocolaatje? Nee, ja, het ligt ook een beetje aan de soort chocola. Pure chocola zit veel meer cacao in, melkchocola minder en witte chocola nog minder. Oké. Maar als ze een flinke hoeveelheid pure chocola opeten, dat is echt niet goed. Zie je het wel vaak in de periode van na de kerst zo, dat mensen bij jou komen? Ja, gedurende het hele jaar wel, maar rond deze tijd komt er gewoon meer chocola op tafel, dus krijgen ook meer van dat soort dingen. En het is gewoon echt heel slecht. En wat belangrijk is, ik krijg wel eens ooit mensen op de praktijk die zeggen van goh, ja, hij heeft een paar uur geleden chocola gegeten. En ik dacht, het valt wel mee. Maar op het moment dat je dus 4 uur verder bent, dan kun je niet zoveel meer. Op het moment dat je ziet of dat je weet dat ze gegeten hebben en je kunt ze laten braken, dan zijn ze er vanaf. Oké, maar Rob, hoe doen we dat? Jouw grote witte herder heeft net een chocolaatje gegeven. Hoe gaan we zorgen dat hij gaat braken? Nou, één chocolaatje zou ik me voor zo'n grote hond nog niet zo heel veel zorgen maken. Maar als hij de chocoladeletters gevonden heeft... Ja, als de hond van Hugo een hele chocoladeletter op heeft gegeten? Ja, nou, dan kan die zeer serieus in de problemen komen. En wat dan heel belangrijk is direct de dierenarts bellen dat ze hem laten braken. Dat kan door middel van een injectie en dan kun je hem laten braken. Alles wat eruit is, daar krijgt hij geen problemen meer mee. Oké, dus niet te lang wachten. Niet denken van, hij heeft iets gegeten, nou we wachten het maar even af. Wacht je een uurtje, dan is alles in de darm opgenomen en dan is het einde eigenlijk al zoek. De rit uitzitten. Dat geldt niet alleen voor chocoladevergifting, maar eigenlijk voor alle vergiftigingen. Oké. Als je het merkt, neem direct even contact op met de dierenarts. Ja, en niet zitten wachten. En nog iets anders, hè? Want niet alleen chocola is heel erg slecht, maar wat zijn er nog meer voor dingen die je bijvoorbeeld met de feestdagen aan beesten geeft, wat eigenlijk ook niet zou moeten? Nou, waar je voorzichtig mee moet zijn, bijvoorbeeld satéprikkers. Satéprikkers? Ja. Als daar nog een lekker stukje vlees omheen zit of een wat dan ook, die slikken ze zo door. Met die dikke... Ja, tot schaslikpennen toe hebben we wel eens ooit operatief moeten verwijderen. Dat zijn echt zulke dingen. Jeetje. Die slikken ze gewoon door. Oh. En die prikken uiteindelijk dwars door de darm heen. En kun je voorstellen, dat geeft een buikvliesontsteking. En dat, Dus geen saté dit jaar met de kerst, denk ik. Niet, nou ja, dat kan wel, maar wees voorzichtig hoog met op de stokjes. Tafel. Ja, nou, stokjes opruimen als de hond. En hoe zit dat met botjes dan bijvoorbeeld? In kippenpootjes zitten natuurlijk ook botjes, ook van die venijnigen. Het vervelende van kip en andere gevogelte is als die botjes kapot gebeten worden, geeft dat hele scherpe punten. Ja. Dan krijg je een beetje hetzelfde verhaal als bij de satéprikkers. Ja. Dat kan ernstige problemen geven. Een botje van een koteletje of zo hoeft dat geen problemen te geven. Als dat tenminste een beetje fijn kauwen. Er zijn ook honden die dat
Niet doen. Ik ken honden, precies. Die eten gewoon, hop, een heleboel. En dan zit dat dwars erin. Ja. Oké, dus daar kijken we ook mee uit. Nog iets anders. Veel mensen gaan gourmetten. Dat doe ik ook, want ik ben niet zo'n geweldige kok. Maar ik vernam opeens dat er ook gevaren aan gourmetten en de gourmetlucht zitten voor je huisdieren. Ja, nou niet zozeer de lucht van de gourmet, maar de teflonlaag die erin zit in die pannetjes. Ja? Als dat heel erg warm wordt, dan kunnen vogels ontzettend slecht tegen. Dus als je gaat gourmetten met de familie, zet de kanarie, ze kunnen dood neervallen. Ja. Zet de kanarie of de parkiet even op een andere plek, niet in de tocht. Ja. Dat bederft het kerstdiner wel. Goed, als de vogel dus niet gezellig de vogel midden op de kersttafel. Sowieso niet verstandig als je gaat gourmetten. Nee, ik ga een beetje aan de kant. Ja. Nou, hartstikke goed. Nog andere dingetjes waarvan je denkt, van dat wil ik nog even meegeven aan de kijkers. Vuurwerk, dat komt er ook weer aan. Ja. Wat soms handig is om daar op tijd mee te beginnen. Je kan bijvoorbeeld honden eraan laten wennen aan het geluid. Er zijn bepaalde medicijnen die je van tevoren al kan geven, die ze wat langere tijd moeten hebben om die angst wat te onderdrukken. Daar gaan we vrijdag het ook over hebben, hè? Want jij bent vrijdag hier ook nog in onze speciale kerstuitzending. Komt Rob ook. In een mooie smoking, Rob? Nou, ik zal een pak aantrekken. Ah, goed. Nou, dan zien we jou in ieder geval nog. Vandaag de laatste dinsdag. Heel erg bedankt voor alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Voor Goedemiddag.